In de vorige video zagen we al hoe Karel de Vijfde reageerde op de reformatie die door Luther ontketend werd. In deze video gaan we ook weer kijken naar Karel de Vijfde en naar een ander aspect van zijn beleid, namelijk de centralisatiepolitiek. En we gaan ons nu ook echt richten op die Nederlanden. Maar voordat we naar Karel gaan kijken, gaan we eerst even kijken naar de Nederlanden in de periode voorafgaand aan dat Karel de Vijfde daar de macht krijgt. Het bestuur in de Nederlanden in de middeleeuwen. En dat was eigenlijk net zo geregeld zoals op veel andere plekken in de middeleeuwen, namelijk volgens dat feodale leenstelsel. Met als leenheer de Duitse keizer of de Franse koning. Als we de Nederlanden die we hier op dat kaartje rechts zien gaan verdelen, dan is eigenlijk het zuidwesten is in handen van de Franse koning. En de rest van de Nederlanden valt onder het gezag van die Duitse keizer in de middeleeuwen. En die stelde dus per gewest, dat zijn die gebieden die je hier op dat kaartje ziet, een graaf aan of een hertog aan. Bijvoorbeeld de graaf van Holland of de hertog van Brabant. En die verdeelde de macht weer verder onder bijvoorbeeld achterleenmannen. En tegelijkertijd zien we ook dat er steden opkomen en dat die ook steeds meer macht krijgen. Nou, en in de praktijk had die Duitse keizer en die Franse koning hadden die eigenlijk weinig te zeggen in de Nederlanden. In de praktijk kwam het er namelijk op neer dat de graaf of de hertog regeerde samen met de zogenaamde gewestelijke staten. En dat waren vertegenwoordigers van de geestelijkheid, de adel en de stedelijke burgerij uit een bepaald gewest. En die beslissen dus samen wat er moest gebeuren. Zo had je dus de staten van Vlaanderen en de staten van Utrecht en de staten van Gelre en zo verder. En per gewest kon die samenstelling wel wat verschillen, want het ene gewest had bijvoorbeeld meer steden dan het andere gewest. In de praktijk kwam het er in ieder geval dus op neer dat er geen sprake was van een centraal bestuur, maar dat de gewesten grote zelfstandigheid hadden. In Vlaanderen waren de zaken dus anders geregeld dan in bijvoorbeeld Zeeland. En in Utrecht hadden ze weer andere regels dan in Henegouwen. Een andere ontwikkeling die we zien in die middeleeuwen in de Nederlanden is dat de macht van de stedelijke burgerij steeds groter wordt. Zeker in de 15e en de 16e eeuw zien we dat de positie van die stedelijke burgerij belangrijker wordt. Hoe komt dat? Nou, dat komt door de toename van de handel en van de nijverheid. Daardoor krijgen die steden steeds meer inkomsten. Die stedelijke burgerij wordt rijker. En daarom moeten zij natuurlijk ook meer belasting betalen aan de graaf of aan de hertog. Maar in ruil daarvoor krijgen zij ook steeds vaker stadsrechten. Nou, en wat vindt die Karel de Vijfde nu van dit hele verhaal? En dan pakken we weer even datzelfde kaartje erbij, zoals we ook in de vorige video al zagen, met dat hele rijk van Karel de Vijfde. Dat is dus dat gebied binnen die oranje lijnen. En die Karel die is dus de baas in Spanje, hij heeft bezittingen in Italië, zelfs in het noorden van Afrika, het Duitse Rijk valt onder zijn gezag, en dus ook die 17 Nederlandse gewesten. En die Karel de Vijfde vindt het helemaal niets dat die 17 Nederlandse gewesten zoveel mogelijk zelf proberen te besturen. En dat er dan ook nog eens steden zijn die steeds meer voorrechten hebben, waardoor de regels nog ingewikkelder worden. Nee, Karel heeft een hartstikke groot rijk te besturen, dus die wil gewoon duidelijkheid. Er moet eenheid komen in het bestuur. Centralisatie, dat is waar die voor gaat. Er is alleen een probleem voor die Nederlandse steden. Als dat gebeurt, dan gaat dat ten koste van hun privileges. Want een privilege wil juist zeggen dat jij iets wel mag wat een ander niet mag. En centralisatie zegt, nee, we doen allemaal hetzelfde. Karel gaat zijn beleid doorzetten en een belangrijke stap die hij neemt, die zet hij in 1531 als hij de drie collaterale raden instelt, de drie centrale bestuursraden. Die gaan vanuit Brussel besturen en dat zijn de volgende, de Raad van State, de Geheime Raad en die Raad van Financiën. En dat is niet voor niets vanuit Brussel, want dat is in die tijd de hoofdstad van de Nederlanden. En van daaruit probeert Karel de Nederlanden steeds meer te centraliseren. Nou, wat doen die drie raden wie zitten erin? Eerst even dat eerste. Wie zit er in die Raad van State? Daarin zitten de belangrijkste Nederlandse edelen en die mogen naar Brussel komen om Karel advies te geven over het beleid in de 17 Nederlandse gewesten. In die geheime raad, daarin zitten vooral juristen, rechtsgeleerden en zij houden toezicht op de wetten en ook zij stellen ook nieuwe wetten op die er uitgevoerd moeten worden. Dit is dus misschien wel de raad die nog het meeste van invloed is op die centralisatie door Karel. En dan de Raad van Financiën, nou ja, dat spreekt eigenlijk al voor zich. Die houden zich bezig met geldzaken, daarin zitten hoge edelen en ook weer rechtsgeleerden. En die zien toe op de belastingen en dergelijke, de uitvoering van en het toezicht houden op het financiële beleid in die 17 gewesten. En nogmaals, Karel wilde het dus steeds meer via die drie centrale bestuursraden laten lopen, in plaats van dat echt in ieder gewest afzonderlijk wordt beslist. Hij is dus bezig met centralisatie. Nou, in 1555, een jaar voor zijn dood, draagt Karel de Vijfde de macht over de Nederlanden over aan zijn zoon Philips II, die we hier zien. En die zet eigenlijk het centralisatiebeleid van zijn vader voort. Er is alleen één verschil.
Karel was zelf vooral vaak in de Nederlanden aanwezig. Hij was opgegroeid in Gent en in Brussel. Die Philips die vertrekt eigenlijk al heel snel in 1559 naar Madrid, naar Spanje. En dan laat hij het dagelijks bestuur in de Nederlanden over aan een zogenaamde landvoogd. Of in zijn geval een landvoogdes, want het gaat hier om een vrouw, Margaretha van Parma. Zij zit in het paleis in Brussel, dat je eronder ook ziet. En zij moet het beleid van Philips II uitvoeren. En dat is in dit geval dus ook dat centralisatiebeleid.